Heeswijk, 1892. De Norbertijn, pater Gelachus van de Elze, ziet dat boeren en tuinders overstemd worden door anderen uit de maatschappij. En dat tergt hem zodanig dat hij geïnspireerd wordt om het artikel De Geduldige Landman te schrijven. Boeren, verenigt u, is zijn oproep. Sta samen op en bundel uw krachten. En aan zijn oproep wordt gehoor gegeven. De NCB wordt opgericht. En langzaam sluiten boeren en tuinders uit de dorpen in Brabant, Zeeland en Zuid-Gelderland zich aan. Om solidair te zijn aan elkaar en zich te verenigen om samen een opzienbarende kracht te ontwikkelen. Zo staan onze voorvaderen aan de lat van een krachtige boerenstand. Dat deden ze onder andere door samen verschillende coöperaties op te richten die tot op de dag van vandaag nog steeds een grote rol spelen in het leven van boeren en burgers. Samen staan wij sterk. Samen krijgen we het voor elkaar. En dat al generaties lang. Trots en fier stonden en staan leden van de NCB en ZLTO voor hun ondernemerschap, hun kracht en hun passie. Al 125 jaar. En generaties lang betrokken bij onze vereniging. Nou, ik ben Robert Maas. Wij wonen in Moerstraat. We hebben een melkveebedrijf samen met mijn ouders. En wij melken hier op het moment 150 koeien en 90 stuks ongeveer rond die koers. Wanneer opa hier is gekomen? Toen was hij 19, denk ik zo, hè? In 1939. En ik heb het in 1988 weer overgenomen van mijn vader. Zo is dat gelopen. En dat ik mijn ding mogen doen heb hier. Wat ik altijd gedaan heb. Dat is toch mooi, toch? Mijn vader zit dan in het bestuur. Mijn moeder heeft 10 jaar lang secretariaat gedaan. Hoeveel? 13 jaar? 13. Oh, sorry. Mijn moeder heeft 13 jaar lang secretariaat gedaan van ZLTO Roosendaal. Ik ben 13 jaar afdelingssecretaresse geweest. Dat heb ik altijd met heel veel plezier gedaan. En dan merk je ook wel het belang van belangenbehartiging, vooral op gemeentelijk niveau. Er zaten van mijn ouders leeftijd ook best veel mensen bij, die ook hun kinders bij hadden. Dus zodoende kwamen we dan nog altijd bij elkaar. Ik ben, even kijken, nu nog steeds zit ik in de jongerenraad van de CZV. En dan heb ik nog van 1 april 2020 tot 1 april 2021 voorzitter geweest van Brabants Agrarisch Jongerencontact. En het belang van BJK is vooral het belang van de jonge boer te vertegenwoordigen. Op het gebied van wat er in de politiek speelt en in de politiek een vuist maken, ja, dat moet je wel samen doen. Samen ben je altijd sterker, denk ik. Nee, we hebben altijd op allerlei manieren veel samengewerkt met buren en machines kopen. En Robert ja, die neemt graag zelf initiatief. En dat vind ik ook heel goed. Nee, die jongens die moeten zelf initiatief tonen, want anders dan, toen ik aan de gang ging, toen was mijn vader ook al in de 60, dus ik heb ook alle mogelijkheden gehad. Ik ben ook met mijn 26 jaar of zo heb ik bedrijf overgenomen, dus ik heb zoiets van, ik heb lang genoeg geboet, doe jij het maar en wij hobbelen wel mee. Dat we gewoon lekker deur kunnen doen waar we mee bezig zijn, goede voedsel maken en efficiënt, duurzaam. En aan het eind van het jaar geld in onze portemonnee is ook wel lekker. En aan het eind van het jaar dat je ook nog eens kan zeggen van ja, dat geld wat in mijn portemonnee zit, daar kan ik ook nog eens iets mee doen wat ik leuk vind in plek van dingen doen waar dat moet om de wet en regelgeving bij te blijven. Ja, ik kan toch tot op zekere hoogte lekker doen wat ik zelf wil. Ik moet wel elke dag melken en elke dag moet er gevoerd worden. Met elke dag moet er wel zijn, maar ja, nee. Als we linksaf gaan, gaan we linksaf. Als we rechtsaf gaan, gaan we rechtsaf. En als ik een dag denk van nou joh, ik ga wat anders doen, dan doe ik wat anders. Dus dat is wel een voordeel. Ook al hebben we zoveel regeldruk, voel je je toch vrij. Ja, ja goed, misschien denk ik over 30 jaar wel. Had ik maar nooit zo enthousiast geweest.
Je bent vandaag in Odiliapeel, ten huize van Jan en Betsy Wijnen. We hadden twee bedrijven. Mijn vrouw had een drogisterij, postkantoor en aanverwante zaken. En ik had een pluimveebedrijf. Wij hadden kippen op natte mest. Als die kippen weggingen en ik kwam thuis. En dan waren die kippen die waren weg en dan moesten die mest uitgeschoven worden. Dan kwam ik thuis en dan zat ik hier aan tafel. Douchen had je op de bedrijven niet toen de tijd. Dus dan kwam ik thuis, kwam ik overal uit, kwam ik thuis. En dan zei die jongens, pap, je stinkt. Ik zeg, jongens, zo ruikt geld. Ik heb 23 jaar bestuurd en ik zeg wel eens ooit, ik heb 23 jaar twee levens gehad. Ik heb nooit nee gezegd, dat moet ik ook eerlijk zeggen. Ik heb niet gauw nee gezegd tegen iets als ik de belangen van de pluimvee kon behartigen. En dat is ook de reden dat je in heel veel disciplines van de pluimvee vertegenwoordigd bent. En dan groeit dat en dan krijg je bijna een volwaardig bestuurstaak. Naast je eigen pluimveebedrijf, wat je ook moet bijhouden en wat je ook nog wilt ontwikkelen. En toen kwam Jan Wijnen met het plannetje om een mestcentrale te beginnen voor de pluimveehouderij. Maar dat moet wel geld zijn. Ja, als pluimveehouders kun je geen 140 miljoen euro bij elkaar leggen, dat lukt je niet. En wij moesten van de banken na lang onderhandelen 20% eigen vermogen hebben van. En de rest zou de bank dan financieren. Dus moest ik gaan schooien, waar haal ik het geld vandaan? En we hadden van de pluimveehouders een behoorlijke som die ze bij elkaar legden, risicodragend kapitaal. En toen moest dus, ja, logisch voor mij natuurlijk, als bestuurder, ZLTO, toen moest NCB Ontwikkeling aan de bak. Ik heb mijn tong toen berouw moeten praten om geld te krijgen om dat project te kunnen starten. En het is dat ik het niet opgegeven heb, maar dankzij onze volhardendheid zijn ze op enig moment over de brug gekomen. En, later zijn ze er heel blij mee geweest, of ze zijn er op dit moment heel blij mee. Ja, ze krijgen jaarlijks enkele miljoenen binnen als dividend, dus ze zijn er heel erg blij mee. En daar ben ik zelf ook blij mee, want dat betekent dat het geslaagd is. Omdat ik bedrijfsmatig daarin bezig was en ook bestuurlijk daarin bezig was, is dat een koppeling tussen bedrijfsbestuur, ZLTO, die heel waardevol achteraf is gebleven. Dankbaar dat ik voor hier, dat ik het heb mogen doen. Dat ik de ruimte heb gekregen van mijn vrouw om het te doen. Want dat is een van de belangrijkste dingen. Je kunt wel ondernemer zijn, maar je moet dat samen doen. Je kunt wel bestuurder zijn, maar dat kun je ook niet alleen. En als ik niet de ruimte had gekregen, van hieruit en van de jongens uit, dan was dat er nooit gekomen. Ja, sinds dat ik kon praten wou ik altijd al boer worden, dus dat was eigenlijk een jongensdroom en die heb ik waargemaakt. Ik ben Joost van de Oetelaar, we zijn hier in Oorschot. Ik ben een biologisch volle grondsgroenteteler. We staan op dit moment, telen we ruim 6 hectare volle grondsgroenten. We telen de hoofdteelten zijn bleekselderij, broccoli en prei. Dan telen we nog wat sla erbij en natuurlijk boontjes. Ik ben in 2014 begonnen. Toen werkte ik nog bij een hele grote biologische vallengrondsgroenteteler in Mierlo. Toen ben ik naast mijn werk en mijn school ben ik begonnen met het telen van pultjes voor Ecoplaza. En dat begon met een half hectare, werd langzaamaan bijna een hectare. En vanuit daar heb ik in 2017 besloten dat ik volledig voor mezelf aan de gang wil. Ben ik weer teruggekomen naar Oorschot en vanuit daar zijn we het bedrijf begonnen. Het bedrijfswaterplan bijvoorbeeld heb ik wel bij de ZTO op laten stellen. Omdat we behoorlijk geïnvesteerd hebben in berekening, zeg maar, met bronnen maken. Dat soort zaken, daar zit ik eigenlijk ook zakelijk voor
ja, voor het advies bij ZLTO. En waar ik dan echt gewoon trots op ben, is dat we ja, op de dag van vandaag 60 hectare volle grondsgroenten wegzetten op de Europese markt. En dan met een team van 15 Poolse medewerkers die we zelf huisvesten. Zelf opleiden tot tractorchauffeur of kwaliteitsmedewerker of een soort chef die de andere medewerkers weer aanstuurt. En dat is gewoon gaaf als je met zo'n team kunt werken, alle neus dezelfde richting in en volle bak kunt ondernemen. Ik ben Mirjam Witlaks, getrouwd met René Witlaks en we zijn hier op ons varkensbedrijf, waar we ook een varkensbedrijf, een topvakbedrijf hebben en een boerderijwinkel die we 3 jaar geleden gestart zijn. Ons bedrijf bestaat nu volgend jaar 30 jaar, of tenminste, hebben wij het overgenomen. Het bedrijf is natuurlijk al veel ouder. Hoe lang zijn wij al lid? Vanaf het moment dat ik hier op de boerderij kwam wonen, zijn wij al lid. En ik ben zelf ook wel actief geweest in de plaatselijke afdeling. Ja, wij vinden het eigenlijk heel belangrijk dat je laat zien wat je doet. Om op die manier begrip te krijgen vanuit de maatschappij. Kijk, vroeger had bijna ieder boerenbedrijf, of iedereen had wel een boerenbedrijf in zijn familie. Dus kwam je al sneller met het rijlen en zeilen op een boerderij, kwam je daarmee in aanraking. En tegenwoordig is dat niet meer zo. En om die verbinding aan te gaan. Wij zijn zelf altijd wel heel sociaal, dus dat vinden we heel belangrijk. En ook al mede een beetje door de negatieve berichtgeving die we in de krant lazen. Ja, dan kun je jezelf veel boos en kwaad maken, maar je kunt zelf ook van alles doen om die kloof gewoon kleiner te maken. En dat is, daarom hebben wij ook een jaar of 10 geleden hier de kiekton neergezet. Om toch ons verhaal te kunnen vertellen en te laten zien waarom we doen wat we doen. En wat is er dan mooier om ja, als boerin eigenlijk het product waar jouw man altijd mee bezig is en met heel veel passie en zorg groot brengt, hè, die varkens, om die dan ook nog zelf te kunnen verwaren in jouw eigen winkel. En ja, daar krijg je gewoon heel veel energie ook van de klanten die dat waarderen en mensen die oprecht geïnteresseerd zijn en ook steeds meer bewust kiezen voor pure producten. Ja, dat is ook hartstikke mooi. We hebben al die tijd hebben wij er naartoe geleefd om gewoon een rendabel inkomen uit ons bedrijf te houden en de keuze te maken waar we zelf alle twee achter stonden. En ja, net als die winkel, dat was gewoon voor mij al een heel lange droom. En daar ben ik ook wel heel trots op dat we dat samen zo toch voor elkaar hebben gekregen. Dat wordt ook wel heel erg gewaardeerd in de omgeving. We zullen het toch samen moeten doen. Nou, ik ben Theo Langveld. Ik ben heel lang eigenaar geweest van boerderij De Hoge Hof en camping De Hoge Hof samen met mijn vrouw. En nu is onze zoon eigenaar van de boerderij. Wij hebben de camping nu nog. Ik ben op De Hoge Hof geboren en getogen. Voor 71 jaar terug hier geboren. En nog steeds werkzaam op De Hoge Hof als vrijwilliger nu. Nou, we zitten hier nu in het mooie Groesbeekse heuvellandschap van de gemeente Bergendal sinds een paar jaar. De 1 april 1880 is mijn grootvader hier geboren. Onze boerderij was altijd een grote paardenboerderij. Of een paardenboerderij. Mijn grootvader, mijn overgrootvader, ik ben als paarden begonnen. En 20 april 1992 hebben wij de boerderij kunnen kopen. Dus de boerderij met de grond eromheen. En van toen af zijn we eigenlijk ook pas kunnen gaan ondernemen. Toen die van onszelf was, van tevoren had ik wel heel weinig schuld bij de bank.
Maar daarna hadden Oda en ik in één keer een paar miljoen schuld, maar wel een eigen bedrijf. En toen hebben we onze boerderij echt kunnen ontwikkelen zoals wij wilden. En dat is ook gebeurd. Ja, het meest trotse is dat we een prachtig bedrijf hier hebben staan. Wat technisch ook heel goed draait. Waar onze zoon nu al 6 jaar de scepter zwaait. Ik ben echt trots op die jongen. Die zit nu ook in het bestuur hier, het lokale bestuur van de ZLTO. Maar ik ben ook echt trots op die jongen, wat die op dit moment presteert. Ik ben Rienus van het Westeinde en wij zijn in Nisse in de Zak van Zuid-Beveland in Zeeland. En we zijn aan de Lagerweg nummer 10, dat is het hart van Zeeland. Eigenlijk een heel mooi gelegen landelijk gebied en ja, op het fruitteelbedrijf. Nou, ik ben begonnen 40 jaar geleden met de KPJ-ZJK. Nou, ik was best wel positief kritisch. Nou, en als je dan een paar kritische opmerkingen maakt en dan komt een vacature en dan zeggen ze, hey, jij weet zo goed hoe het moet, kom nou maar in het bestuur. Nou, zo is het eigenlijk begonnen. En door een tragisch overlijden van de kringvoorzitter toenmalig, zei ze van, god Rienus, jij was adviseur bij de NCB, jij kent iedereen, je hoeft niet ingewerkt te worden, want zou je geen kringvoorzitter willen worden van die NCB? Nou, dus dat was mijn eerste functie. Ik ben kringvoorzitter geweest, ik heb ook vakgroepvoorzitter van de fruitteelt geweest en ik was de eerste en de enigste voorzitter van de portefeuille multifunctionele landbouw. En wat houdt dat nou in? Dat was naast traditionele boeren, zeg maar varkenshouderij, akkerbouw, fruitteelt, zag je dat veel boeren er iets naast gingen doen. Dus dat was of een minicamping, of een zorgboerderij, of een landwinkel, of agrarisch natuurbeheer. Nou, dat daar heb ik eigenlijk aan de wieg gestaan, ook binnen de NCB samen met Frans van Berendonk van Midden-Brabant, om dat ook binnen de NCB behartigd te krijgen, dus een volwaardige plaats te krijgen. Nou, dat heb ik 12 jaar mogen doen, de multifunctionele landbouw. Dus dat was eigenlijk mijn laatste functie binnen de ZLTO. Dat deed me echt goed dat er weer een nieuwe landwinkel geopend werd, of dat je weer hoorde van, kijk, daar is weer een zorgboerderij bijgekomen. Nou, dat was toch iets en, ja, waar je trots op kan zijn. Ik denk dat de landbouw die blijft staan, voedsel moet er, blijft er geproduceerd worden. En ik denk juist dat nu zeker die corona heeft ook een aantal zaken natuurlijk wakker geschud. Dat we lokaal kopen, dan we regionaal natuurlijk, dat we meer labeltjes eraan hangen, keurmerken, de boer achter het product laten zien. Nou, dat willen de mensen ook even zien. En ze zijn ook bereid juist in deze situatie hun eigen landbouw te steunen. Je moet wet en regelgeving, natuurlijk moet je het hebben, maar ik vind dat we af en toe oppassen dat we niet te ver doorschieten. Nou, en ik heb altijd aan de kant gestaan, zeg maar, van die ondernemer om juist te kijken van, kunnen we geen oplossing zoeken? Dat is een van de zaken waar de NCB en de ZLTO ook altijd voor gestaan hebben. Kijk, en ik denk dat je, en dat valt niet mee natuurlijk, want je doet het nooit goed op dat vlak. Maar ik denk juist ook dat de kracht is om gezamenlijk, dus met alle boeren, één organisatie, één mond, één standpunt en daarachter gaan staan en ook blijven staan. Nu na 125 jaar is de vereniging nog steeds vol betrokkenheid, dynamiek en levendige inzet voor de sector. Voor dat wat agrarische ondernemers bindt en wat zij mogelijk maken. Een trotse vereniging waarbij al 125 jaar de ene generatie het ondernemerschap overdraagt aan de volgende. Nieuwe ondernemers aan het roer, nieuwe kansen die zich voordoen, nieuwe vormen van ondernemen waarbij weer andere omstandigheden en uitdagingen horen. Maar één ding is zeker, samen doen we ertoe. Al meer dan 125 jaar.